Hi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Melanie Sintra, voor de mensen die me nog niet kennen. Ik heb vandaag weer een nieuwe shopblog voor jullie. Ik heb namelijk geshopt bij Lovis, bij de Zalando. Ik heb geshopt bij Gucci voor het eerst in mijn leven. Dus daar ben ik helemaal excited naar. Ik ben alleen best wel bang dat ik de verkeerde maat heb gekozen. Maar daar gaan we straks achterkomen. Heb ik hier, mijn dekbed is een stuk, dus allemaal kapotte dingen. Maar morgen krijg ik eindelijk mijn nieuwe dekbedden binnen. Dat is gefixt. Hier heb ik iets van Zoës. Zoës Cosmetics. Heb ik iets besteld. Ook voor het eerst in mijn leven. En nog iets van, hoe heet dit? Ik weet niet hoe het heet. Maar het is nog een ander pakketje wat ik ook wil gaan testen. Dus allemaal leuke pakketjes. 5 pakketjes die ik gewoon gezellig samen met jullie wil gaan openmaken. Ik vind het gewoon leuk om af en toe per week even dingen op te sparen. Om dan in één video lekker open te maken. Hè? Samen met jullie. Ik dacht dat het wel leuk. En misschien dat jullie het ook leuk vinden. Dat is natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Ik heb best wel iets doms gedaan. Met Black Friday wilde ik dus iets bestellen bij Love Island wilde ik zeggen. Bij Lovies. Maar blijkbaar is hij dus geannuleerd uit niks. Omdat ik met Klarna betaald. En ik had mijn Klarna niet geaccepteerd. Ik weet niet precies. Dus was hij geannuleerd. Toen moest ik gisteren opnieuw bestellen. Maar ik dacht opeens, waar blijft die bestelling? Het duurde zo lang. Ik denk, waar blijft die? Bleek dus geannuleerd zijn. Dus ik heb opnieuw besteld. Maar had ik dus niet meer die korting. Kijk hoe die lamp het mooist is. Het is namelijk al avond. Maar ik probeer morgen dus de aanbeelden te filmen van alles. Het is nu de avond met mooi licht. Dus ik heb het gisteren opnieuw moeten bestellen. Maar er waren gewoon leuke jurkjes en zo. Die ik dacht van, hè? Wel leuk om te bestellen. Zalando heb ik schoenen besteld. Nou, we gaan het gewoon lekker openmaken allemaal. Ik denk dat we maar gaan beginnen met dit kleine pakketje. Wat ik even de naam hier niet van weet. Ik heb namelijk een deo. Dat is een soort van rol deo-achtig. En dat is die van, hoe heet dit merk ook weer? Ik weet het niet zo goed hoe het merk heet. Ook iets van Lofi of zo. Zo'n gevoel heb ik. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is dus als je niet, daarvan zweet je dus niet. En dan ruik je dus niks. En voor mij werkt het op zich wel goed, maar nog niet helemaal. Misschien even zo, ik wilde hem opnieuw bestellen, maar mijn is op. Dus ik dacht, ik ga hem op internet zoeken van deo die waarvan je niet zweet. Toen kwam deze als allereerst naar boven, maar het was best wel duur. Dus we hadden zeg maar zo'n anti-zweet starter pakkettenroller. Dan kan je dus proberen het even testen om te kijken of het echt werkt. Best wel leuk als ze dat doen. Het licht is dus soms even iets te fel door die bouwlamp die hier voor me staat. Dit is dus het bakje. Dit is een starterpakket. Echt heel klein. Ze zeggen dus dat je 1 tot 7 dagen droog bent. Oké, heftig. Maar dit is echt super klein. En dit was dus al 15 euro. En volgens mij was de grote rol 6. Nee, 40 of zo. En ik denk, ja, het is super duur voor een deo. Dus dan gaan we eerst gewoon proberen. Before going to bed in the bedroom or your bed. Before going to bed in the bedroom or your bed. Oh, hoe moet je het gebruiken voordat je op bed gaat? Apply on dry skin else it can cause irritation. Oké, dus op droge huid aanbrengen, anders krijg je irritaties. 3 tot 4 keer up en down. Dus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 per arm. 24 uur voor het gebruiken, niet scheren. Dus voor het gebruiken. Oh zo, dus als ik het nu heb geschoren moet je het nu niet doen. Moet je even een dag wachten tot je dit opdoet. Oké, goed te weten. Let dry with your arms open for 10 minutes. Dus ik moet het letterlijk zo laten drogen. Dat is stom. Wash of the day after. Dus een dag erna moet je het eraf wassen. Oké. Ik weet niet, heb ik nou mijn oksels geschoren vandaag of niet? Weet ik niet meer. Er zitten 2 dingetjes in. Er zijn gewoon 2 kleintjes. Volgens mij is het gewoon precies hetzelfde. Strong original. Oh, je hebt de sterke variant. En de originele. Kan je even kijken wat je dus fijner vindt. Waarschijnlijk is de sterke dus ook duurder. Dit zijn ze dus. Hier zie je dus ook het original. En die zit dus strong. Ik weet nog steeds hoe dit heet. Er staat nergens. De Polar Cam Company. Oké, ik draai het eens open. Kijk hoe het eruit ziet. Huh? Is mijn lamp op? Mijn lamp is leeg. Maar gelukkig heb ik een stopcontact naast mijn bed. Dan laten we hem even op. Oké, echt super mini. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat werken. Wel jammer dat je het dus niet mag gebruiken als je het scheert. Want ik denk dat ik, nou niet elke dag. Ik doe best wel vaak gewoon scheren. Elke keer gewoon even bij langs. Vind ik gewoon fijn. Weet je gewoon zeker dat het niet groeit, weet je. Of dat het gewoon glad is. Nou, in ieder geval, dat was van de Polar Company. Helemaal blij mee. Zit er nog iets leuks bij qua bedankkaartjes of zo? Dat helaas niet. Maar maakt niet uit. Gaan we naar het volgende. Ik ben wel benieuwd naar Zoës Cosmetics.
tippen hier. Ik heb hier nog nooit besteld. Alleen Renate, een vriendinnetje van mij, die bestelt hier altijd spul voor haar wenkbrauwen. Het is een spul voor je wenkbrauwen. Ik heb toevallig net weer een browlift gedaan. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar dan kan ze zeg maar je haartje een beetje omhoog. Ik vind het zelf heel mooi. En blijkbaar met dit spul kan je het dus ook weer een soort van omhoog krijgen. En dan blijft het dus de hele dag mooi zo zitten. Voor nu is het niet heel erg nodig, omdat het natuurlijk nu goed zit. Maar dat is vaak gewoon een paar dagen dat het zo mooi blijft zitten. Zonder dat je er wat aan doet. En daarna dus niet meer. Oké, dit is dus hoe ik het binnenkrijg. Heel cute. Heel leuk. Bedankt voor je bestelling. Hier heb ik een kaartje. Zoiets. Thank you for your order. Nou, hier is allemaal social media en zo'n visitekaartje. Oké, dit is echt, ziet er echt super leuk uit. Dit lijkt me ook wel leuk, hè. Van dit soort kleinere dingetjes te verkopen. Veel leuker. Of nou, niet veel leuker, zeker niet. Maar het is gewoon echt schattiger. Kan je het echt wat leuker maken? Oké. Tadaa. Oh, heeft ze dit leuk gedaan. Serieus. Echt super mooi. Zo'n bakje. Ik ga het strikje eraf halen. Bijna zon om open te maken, joh. Especially for you. Oh my god. Dit is super schattig. Serieus. Kijk nou hoe leuk ze dit ingepakt hebben. Oké, wat er dus in zit, is zo'n potje. Je kon de geur en de smaak of zo. Ja, ik weet hoe dat noemt, de geur, denk ik. Zelf bepalen. Ik heb de Honey Honey Styling Soap. Want Renate had die het lekkerst was. Dus twee. Heb ik nou twee besteld? Of heeft ze er nou gewoon één extra bij gedaan? Ik vraag het me af. In ieder geval, ik had volgens mij alleen het gele borsteltje besteld. Oh, nee. Volgens mij doet er ook standaard één bij. Volgens mij zei Renate dat ook al. Zet ook echt haar naam op en zo. Fucking gaaf. Ik weet niet hiermee doorkomen, maar waar is het buisje dan voor? Zullen we het gewoon eens openmaken? Want ik ben ook heel erg benieuwd wat voor spul het is. Want ja, het zal weer typisch zijn dat ik hier niet mee overweg kan. Oké, nee. Leuker idee. Ik ga het binnenkort even een vlog testen. Dus hou de vlogs in de gaten. Ik ga het binnenkort daar even testen. Vind ik wel leuk, omdat anders een vlog ook te lang duurt. En ik heb nog veel meer leuke pakketjes. Dan ga ik het in een andere vlog even lekker uittesten. Hoe het werkt en of ik het aanraad, whatever. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd. Ik ga Renate ook even vragen hoe het moet. Want ik snap er niks van. Maar dat spreekt denk ik straks wel voor zich. Nou, dat was het tweede pakketje van Zoiets Cosmetics. Was ook helemaal niet duur. Was volgens mij 23 euro kwijt. Maar ik had wel nog korting van de Black Friday en zo. Het zou nu wel weer voorbij zijn. Maar als het goed werkt, ik vind het waard. Maar ja, je weet het niet. Zullen we eindigen met Gucci? Want daar ben ik excited naar. Dan gaan we door met Zalando. Ik heb dus ook op ASOS wat besteld. Dat ga ik volgende keer openmaken in de video. Alleen die schoenen, zijn dus van die Nike Blazers die ik had besteld. En die Nike logo was zeg maar groen. Ik zag het bij een meisje in de sportschool groen, maar dan zeg maar gewoon leer. Dat vond ik zo mooi. Maar ik kon ze alleen nog maar vinden met een soort van raar spul erop. En ik liet het gisteren aan mijn nichtje zeggen, oh ja, lijkt wel een beetje op kunstgras. Toch echt van, ja, misschien is het ook wel een beetje lelijk. En mijn nichtje had gisteren zulke mooie schoenen aan in de sportschool. Waren ook Nike Blazers, maar dan deze. Dus die ga ik laten zien. Van heel basic. Maar ik zei, ik ga ze gelijk bestellen. En ik kon gisteravond nog bestellen, was vandaag in huis. Moest ik wel 4,5 cent kosten betalen. Normaal was het gratis. Zodat het dan vandaag in huis was. Nou ja, dikke prima. Oké, ik heb dus twee dozen besteld. Om nog meer kans dat er een goede bij zit. Want bij de review stond, neem een maat groter, neem een maat groter. Neem een half maat groter. En sommige mensen zeiden ook, niet de maat groter nemen, want hij valt gewoon goed naar maat. Ik denk, wat moet ik nou? Normaal heb ik maat 37, 38. Dus ik heb nu een 38 gehaald en ook nog een 38,5. Voor het geval dat het echt klein valt, want ik weet het gewoon niet. Misschien dat ik ook wel gewoon een 37 moet. Maar ik denk het niet. Maar terwijl de meer dan de helft zegt wel van ze vallen klein. Maar in ieder geval. Hier heb ik ze. Ik heb hier maat 38,5. Ik laat wel even de 38 zien. Want meer kans dat ik die pas denk ik. Dat weet ik niet. Hier zijn ze dus. Ze zijn dus echt super simpel. Gewoon van die Nike Blazers. Maar ik vond ze zo leuk. Gewoon juist omdat ze zo simpel zijn. Ik vraag me nu af. Volgens mij heb ik nu geen plateausol gedaan. Hè? Oei. Ik wil echt mijn plateausol. Dat vind ik wel erg. Ik weet niet. Ik ga ze nu gewoon eventjes snel aandoen. Ik vind ze dus super schattig. En ook gewoon heel basic. En mijn nichtje die sportte erop. En ik zag ook onder de reacties dat ze heel lekker sporten. Ik denk als dit gewoon van die all day schoenen zijn. Die je dus gewoon overdag leuk aan kan. Als je dan weer naar de sportschool gaat. Dat je ze ook aan kan. Oké. Ik denk wel dat het een goede maat is. 38. Ik weet het nooit met schoenen. Omdat ik altijd 78 heb gezet. Dus ook al zeiden ze wel zo vallen goed. Wist ik dat nog niet op 37 of 38 moest halen. En mijn nichtje had maat 36. Dus die kon ik ook niet passen. Want dat pas kan je hem aan. Oké, jongens, ik heb ze aan. Tada. Dit zijn ze. Ik vind het wel vet dat dit ook rood is. En dit is dus de binnenkant. Wel nice. Ik ga het even kijken in de spiegel snel.
stond ook bij dat ze best wel moeilijk in te lopen waren. En misschien dat ik toch wel een maatje groter moet hebben. Maar daar moet ik echt eventjes goed over na gaan denken. Maar ik vind het in ieder geval wel heel leuk. Maar ik moet gewoon even kijken of ze echt bij mij passen. Wat vinden jullie? Want ik vind ze wel schattig. Ten tweede, ik heb echt 20.000 schoenen. Maar ja, ik moet gewoon even kijken. Even onder een andere outfit. Maar ik vind ze wel schattig. Maar wel basic. Maar ze waren maar €80. Maar ik vind het wel meevallen voor schoenen. Dus ik moet gewoon even nadenken. Of ik ze leuk genoeg vind. Want ik heb laatst ook van die Adidas gehaald. Ik heb die letterlijk 1 keer aangehad. Super zonde. Ben je ook gewoon weer €90 kwijt. 100 of zo. Terwijl je amper draagt. Ja, ik wil dat gewoon niet weer. Dus ik moet er wel even nadenken dit keer. Ze doen nog een retourformulier bij. Dus als je niet wil, kan ik ze gewoon weer retour sturen. Oké, in ieder geval. Dat was Zalando. Gaan we nu door met Lozies. Hier heb ik natuurlijk weer veel te veel besteld. As usual. Maar nee, als we dan toch bestellen, bestellen we het goed, hè? Dan bestellen we het goed. Oké. Oké. Hier ga ik dus even aanbeelden van filmen morgen. Maar in ieder geval, ik heb hier als eerst iets groens. En ja. Als je dat niet wist. I love groen. Ik heb een leuk jurkje gekocht. Ik moet heel even kijken hoe dit zit. Ik weet even niet zo goed hoe dit zit. Oké, dit is het jurkje. Dit is het zijkantje. Achter heeft het dus een beetje zo'n open rugje. Maar volgens mij moet je deze twee nog samentrekken. Maar in ieder geval, dan was het nog best wel open. En dan is dit dus dat kontje. Ik vond het een super mooi uitzien op de webshop. Ik heb hiervan een maat L gekozen. Maar volgens mij heb ik hier nog een maat van gekozen. Of niet? Oh nee, ik heb er alleen een maat L van gekozen. Volgens mij stond er ook bij, als je twijfelt tussen de maten, neem een maat groter. So I did that. Ik heb er helemaal zin in om deze te passen. Ik hoop dat deze goed zit. Oké, ik heb dit super leuke jurkje aan. Van zijkant ook mooi. Maar je moet dus dit, moet je aan elkaar knopen. En dan zit hij zo strak. Je kan hem ook niet losser doen of zo. Van de zijkant is dat ook gewoon niet mooi. Maar ik baal wel, want deze vond ik wel heel mooi. Maar deze gaat weer weg. Daarna hebben we nog wat groens. Ik moet even kijken of ik het leuk vind. Maar ik dacht gewoon even proberen. Oh, hij heeft ook schoudervulling. Nice. Dit is zeg maar zo'n t-shirt jurk. Maar ik vind het soms wel leuk met zo'n riempje erop of zo. En dan leuke sneakers. En heeft dus schoudervulling. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of ik dit mooi ga vinden. Ik heb deze in de maat M gekozen. Volgens mij was deze rond de €30. Ik weet niet of het erop staat. Nee, ik heb deze in de maat M gekozen. Volgens mij was die €30. Dus ga even kijken hoe die aanstaat. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb nu dit leuke t-shirt jurkje aan in het groen. Heel leuk. Alleen ik vind het dus heel leuk met een riempje. Ik heb dus een hele mooie riem besteld bij Gucci. Alleen die is nog niet binnen. Ja, hij is wel binnen, maar hij is te groot. Dus ik heb een nieuwe besteld en die is maandag pas binnen. Dus dan zit hij echt heel leuk. Ik denk wel dat ik hem ga houden. Heel leuk met een wit of goud riempje er dan bij. Gewoon heel lekker relaxed. Maar ook leuk met een panty. En een giletje of zo. Dus deze gaan we lekker houden. Het volgende. Een roze short. Ik heb deze dus al. Had ik dus al gehaald voor Rodos dit jaar. Alleen in het groen. Maar hij zit net nog iets te krap. En ik had laatst ook eens in een spijkerkleur besteld. En die wel weer in een grote mama. Maar die zat dan weer te lelijk. Dus ik ben benieuwd of deze mooi zit. Ik heb deze namelijk in de maat L besteld. Dit is een roze spijkershort. Ik vind ook lovend daar. Vind ik altijd heel erg mooi. Maar ik vind roze gewoon heel vet. Ja, ik vind het ook nog mooi met de panty. En dan zo'n lichtgrijze sweater bijvoorbeeld. Dat hoe ik het nu heb. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dit staat. Ik hou gewoon echt van kleur. Dus let's try it out. Ik heb nu dit leuke roze shortje aan. Ik vind hem eigenlijk leuker dan ik dacht. Hij zit ook gewoon goed. Ik heb geen gekke camel toe of zo in. Dit is het achterkantje. Zit ook gewoon heel mooi. En de kleur vind ik mooi. Dus ik denk dat ik deze wel ga houden. Want hier wil ik wel mee op vakantie. Ja, dit vind ik mooi. Heb ik hier. Dan heb ik hier 2 van besteld. Ja, ik heb hier 2 van besteld volgens mij. Of niet? Ik kijk gewoon naar de maat. Nee. Ik heb hier iets leuks. Waar ik erg benieuwd naar ben. Een short. Een korte short. Hij is wel een beetje gekreukeld. Vind ik jammer. Maar daar kunnen hun ook niks aan doen. Dat heb ik ook wel eens bij mijn webshop. Sommige items kreukelen gewoon super snel. Dus hier moet je wel even een stoomapparaatje overheen halen. Maar dit is dus de short. Hij heeft een beetje een cargo effect. Met van die zakje. Dus ik vind het wel heel erg. Als je deze mee neemt op vakantie, heb je er denk ik ook niks aan.
Ja, dan moet je echt een stoomapparaat meenemen op vakantie. Oké. Gaan kijken hoe die aanstaat. En daarna ga ik hem pas stomen. Dus jullie gaan het nu ook kreukelig zien. Want stel dat hij toch niet past, gaat hij niet helemaal stomen. Dat is zonde. Nou, we gaan kijken. Oké, ik heb nu dit broekje aan in de maat M. Maar ik vind hem echt een beetje te strak zitten. Dus ik ben benieuwd hoe dan de L zit. Maar op zich wel schattig broekje. Dan hebben we hier precies dezelfde. Maar dan in deze kleur. Tada! Ook heel leuk. Kijk, dit is de voorkant en dit is de achterkant. Ik vond de shorts wel leuk. Je moet, ja, op de aanbeelden waren ze leuker dan dat je het zo zou zien. Dus als ik het zo zou zien in de winkel had ik het niet eens gepakt. Maar op de aanbeelden dacht ik, ja, dit is best wel vet. Dus ik denk, we proberen het gewoon lekker. En als het niks is, dan is het niks, hè? Oké, ik heb hier het broekje aan in de maat. Welke maat heb ik hier? Oh, ik heb hier het broekje aan in maat M. Ik vind hem van de achterkant wel heel mooi zitten. Van de zijkant ook. Maar van de voorkant vind ik hem net weer niet of zo. Nee, ik snap wel dat je hem leuk kan combineren. Maar dit is niet voor mij. Nee. Het volgende wat ik hier heb is iets zwarts. Oké. Dit is dus een lange zwarte jurk. Ik weet niet zo goed hoe ik het kan laten zien. Maar het is in ieder geval zo'n leuke stretch zijkant. Die kan je dus ook strakker of losser trekken. Het is gewoon zo'n satijnen mooie lange jurk met zo'n splitje. Met spaghetti bandjes. Jullie kunnen het beter even op de aanbieding zien. Maar deze heb ik in de maat M. En ik hoop dat die goed past. Want deze is echt heel mooi. Ik heb dit jurkje aan. Ik vind het wel heel erg mooi dat je hier een soort van mooi splitje hebt. Hier een soort van watervalhalsje. En dit is de achterkant. Dat vind ik ook echt heel mooi met zo'n kruisbandje. Ja, het sluit gewoon heel mooi aan. Dus deze ga ik ook wel houden. Vind ik heel mooi voor in de avond of zo. Als ik op vakantie ben. Dus deze is leuk. Oh, dat is dezelfde shorts die ik net liet zien. Dat heb ik hier in het zwart. In de maat L bedoel ik. Oké, dit is dus de maat L van dit broekje dat ik nu draag. Maar deze zit gewoon goed qua maat. Maar ik weet niet of het echt wat voor mij is. Maar je moet ook even zien met een zwarte top. Oh, wacht, ik heb een zwarte top aan. Hieronder, wacht. Even kijken hoe het zit. Dus stel dat ik het zo zou dragen. Wat vind jij, Ramon? Van het broekje. Het is wel een pyjama broek, weet je. Pyjama broek? Ja. Oké, doe hem weg. En hier de beige ook in de maat L. Gaan we kijken wat een mooie zit. Ik heb nu dit shortje aan in de maat L, maar dit wordt hem niet. Nee, vreselijk. Hebben we hier een ander shortje. Nee, een skort. Dit is zo'n broekrokje. Dit vind ik wel heel vet. Het is gewoon heel wat anders. Kijk, dit is hem dus. Dit moet je echt eventjes aanzien, zoiets. Maar het is dus een broekrokje. Het lijkt me voor echt op een rokje, maar het zit dus een broekje onder. Ik vind de maat L, want M was er niet meer. Het is wel heel fijn als je bukt. Zie je niet alles. Van achter zie je wel echt dat het een broekje is. Ik heb nu dit superleuke broekrokje aan. Maar voor lijkt het dus echt als een rokje. Even naar achter dus op een broekje. Maar ik denk wel dat ik deze ga houden. Ik vind het heel leuk. Ook weer met een panty of zo erbij. Dus deze gaan we lekker houden. Nou, hopelijk past alles een beetje. Door naar het laatste. Deze heb ik al wat langer op het oog. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik dacht eerst wel dat het een andere stof was. Maar volgens mij is het een beetje satijn. Vind ik wel jammer. Ik dacht dus eigenlijk dat het een beetje katoenig was. Want deze, dit kreukelt gewoon heel snel. Kijk, dit is hem. Met van die zebra. Dit is de achterkant. En dit is dus de zijkant. Een beetje zo'n rip effect-achtig. Echt heel mooi. Ik ben hier heel blij mee. Dus die gaan we even aanpassen. Deze heb ik trouwens in de maat L volgens mij. Ja, in de maat L. Oh, een beetje pijn. Laten we naar de aanbeelden gaan. Ik heb nu dit leuke jurkje aan. Deze is eigenlijk echt gewoon perfect. Hij sluit mooi aan. De achterkant gaat dicht met een ritsje. Gaat ook gewoon mooi dicht. Dus het achterkantje zit ook mooi. Dus hier ben ik heel blij mee. Gaan we door naar het laatste pakketje. Waar ik iets excited over ben. Schaartje. We gaan door naar het pakketje. Ik heb besteld bij Gucci. Nog nooit besteld hier. Dit heb ik wel een tijdje in mijn hoofd. Ik denk we bestellen het gewoon even een keer. Leuk. Het is dus een riem. Maar je gaat het straks zien. Alleen ik hoorde dus dat ik een te grote maat heb besteld. Ik wist gewoon echt niet wat voor maat. Dus ik had alles opgemeten. En toen kwam deze maat er dus uit. Alleen een andere vriendin van mij die heeft hem dus blijkbaar ook. En die heeft dus een vele kleinere maat dan ik.
En ze zegt, jij hebt echt een veel te grote maat besteld. So I'm scared. Ik heb het... Nou ja, in ieder geval, dat doet er niet toe, want hij was volgens mij gisteren al binnengekomen. Maar het was in ieder geval binnen. Ik denk dat binnen één werkdag kon komen, maar ik had pas de avond laat besteld. Voor mij was het dan twee. Maar ik denk dat het binnen één werkdag wel kan komen. Dus dan weet je dat ook even. Maar niet dat, waarschijnlijk niet bij alles, maar dit was er echt wel snel. Had ik niet verwacht. Nou, in ieder geval. Het pakketje ligt hier. Oh my god, hij is open. Heel nice. Zo zit het dus verpakt. Superleuk. We hebben hier eerst een blauw envelopje. Ik heb er wat leuks opgeschreven voor mezelf. Kijk. Present for myself. X. Helemaal leuk. Een cadeautje voor mezelf. Dan hebben we hier een groene envelop. Twee zelfs. Kijk wat er allemaal op staan. Thank you. We look forward to assisting you again at Gucci. Nou, dat had je ook wel op één papiertje kunnen zetten, samen met die andere. Heb je nog een envelop? En dat is het factuur van wat ik geshopt heb. Nee, een pakbon. Handig. Deze envelops zijn echt dik, man. Eigenlijk moet je je Sinterklaas gedicht hierin doen. Nou, daar zijn we dan. Meid, ik ben aan het vloggen. Het gaat allemaal niet tegelijk, schat. Ik ga het straks laten zien. Groen is echt mijn lievelingskleur. En Gucci heeft heel veel groen. Vind ik echt mooi. Oké, het strikje is er omheen weg. Zit er dus nog een zakje in. Wat een gekte, joh. Hoe dat allemaal verpakt is, hè. Het ziet er echt gek. Het ziet er echt gek verpakt, vind ik. Oké. In ieder geval. Wat er dus in zit. Als je heel klein. Oh, wel heel leuk. Een Gucci riem. Jongens, kijk hoe leuk. Oh, dat is echt een hele subtiele. Wat leuk. Ik ga me heel snel even op mijn taille doen. Omdat Natasja dus zei tegen mij, deze gaat echt veel te groot zijn. Nee hoor, dit is prima. Dit is echt prima. Nou, ik ga daar even bij staan. Misschien dat het ook wel net nog wat groot is. Moet je even zien hoor. Ik vind het wel heel leuk aan een jurkje in de taille. Hij is wel echt te groot. Maar ja, aan de ene kant, er kan toch ook gewoon een gaatje bij gemaakt worden. Of ben ik gek? Oh, is het mooi. Kijk. Tada. Is toch leuk met een jurkje? En kijk, als je hem dus wel op een boek wil, dan is je heup, dus dat is breder. Dat kan ook nog, snap je? Ik vind het een goede maat hoor. Misschien dat mijn vader een gaatje bij kan maken. Ik ben blij. Ik ben heel blij, ik vind hem heel mooi. Ik twijfel of een gaatje maken zonde is. Het is natuurlijk wel gewoon een dure ring. Snap je hem? Maar ik denk dat ik hem kleiner doe, dat hij voor mijn broek weer te klein is. Nou ja. Misschien dat mijn vader gewoon een net gaatje kan maken. Als ik hetzelfde met een schaar, dan ziet het er niet uit. Maar misschien kan je gewoon echt zo'n gaatje maken. Dat je gewoon zo'n goed gaatje hebt. Nou, in ieder geval, ik ben er echt super blij mee. Jullie gaan het waarschijnlijk vaker zien in de vlog wanneer ik het draag. En stijl en weet ik het wel. Ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog, dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk, dan duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Abonneer. En dan hoop ik dat ik jullie morgen weer zie bij de volgende video. Doei doei!